Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Fauna TV. In deze aflevering gaan we karpen vissen. En wie beter dan met Michiel Pilaar. Heb je er zin in? Jazeker. Jij hebt gevoerd, dus ik verwacht dat we gewoon wat gaan vangen natuurlijk. Michiel denkt dat ik gevoerd heb. Kom, ga even wat spulletjes halen. Yes. Of wacht, ik zet de muziek even af. Nes, altijd goed. Zo. Wel mooi zo, gewoon gratis winkelen, daar houden we van. Maar in Zeeland, hè? Dus dan is het... Oké. Je hebt ook gewoon voorgenomen dat chotter is. Natuurlijk. Zo voor een luie vis zoals ik is dat prima. Of een slecht knopen, zoals ik. Alright. Let's go. We gaan vissen. Best wel raar, maar je gelooft het niet. Ik denk dat 90% van de mensen die wij wederzijds kennen, ja, die hebben gezegd, jullie maken elkaar helemaal gek. Kan je daar wat bijvoorbeeld? Tot nu toe gaat het gewoon prima. Ja, inderdaad. Niks van. Ik heb jou nog niet daar zien. Nou, we zijn inmiddels op het water aangekomen. Dus we kwamen net al twee oude mensen tegen. In Zeeland zouden we het bejaarden noemen. Twee jonge mensen. En twee jonge mensen. Hier zo in deze sloot. Hallo. Voor 5 euro mogen jullie onze elektromotor lenen eventueel? Nee hoor. Nee. We gaan voor het biologische effect natuur helemaal heen. Nou, wij niet hoor. Ik kijk niet hè, gewoon als hij zo gaat dan is het patat. Ja jongens, we naderen het karpenwater. Toch wel mooi hoor jongens. Ik ervaar ook een rust die ik normaal niet ken. Hehe. Op de achtergrond nemen jullie David van de Brandwaar. Ook wel David from the Fire. En wat hij op dit moment aan het doen is, is het vakkundig om zeep helpen van mijn elektromotor. Dus ze zijn benieuwd of ik morgen een bonnetje in kan dienen bij Bart van Vught. Wat is dat voor geluid? Lekker bij Titanic. Holy shit. Sowieso alles kapot hier. Maar ondertussen... Kijk, dat is zo mooi jongens. Boy, yo. Uiteraard het eerste wat we doen is het deze beschermde vogels wegjagen. Ja, hey. Ja jongens, de echte karperavonturiers naderen de stek. Mooi ook plek tussen de bomen. Kan dus alleen met de boot komen. Dus de kans dat wij hier ongestoord kunnen vissen is zeer groot. Ik zie daar wat mooie plekjes, mooi kopje zo. Dat moet toch gewoon goed komen. Een klein stukje van de pop-up afgesneden volgens mij. Jazeker. Van een Northern Special van CC Moore. Dat was leuk. En je raadt het nooit. Want uiteindelijk komt maar die zijn verkrijgbaar bij Fauna Hengelsport. Komt hij er zo op te zitten. Net een klein visuele prikkeltje en het haakhuis wordt iets opgelicht. Niet dat het van de bodem komt. Maar wel gewoon net wat meer aandacht ervoor. Ja, kijk of het allemaal echt een hele grote meerwaarde is. Dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar als het vertrouwen wat opgekrikt wordt. Zo, dat is in de disco zo, maar dat is ook hier aan de waterkant. Dan geeft dat een goed gevoel. Want Pila gaat wel eens naar de disco. Naar de disco. Ja, dan kom jij al tijden niet meer, hè, David? Nee. Dat is in je kapsel. A little more fight, a little less.
Nou, terwijl de hengels inliggen en wachten op de eerste karper van de sessie, zit ik met verbazing naar Daad van der Brand te kijken, want wat heb jij voor een apparaatje hier? Dit is een jetboil. Jetboil. Oftewel een soort van waterkoker. Gaat op gas. Ja. En heb je echt binnen een minuut, anderhalf minuut zeg maar, heb je kokend water. Oké. Okay. Dat werkt wel. Voor de mensen die koffie drinken of thee, is het wel. Maar dit is een versneller dan ofzo. Of ja, de warmte overbrengt optimaal? Hij zet er gewoon even goed gas onder, zeg. Okay. Dekseltje erop. Het is ook meteen een soort met van schenkbeker. Hier zit een handvat. Wordt het niet heel erg warm? En een neopreenlaagje, zodat je handen niet brandt. Zo. Uiteraard verkrijgbaar bij Vanhengers. Ja, maar het is wat. Dat is een slechte tekst, maar het is wel zo. Oké, mensen, we zien zelf niet zoveel, maar dat komt omdat wij geen nightshot hebben, op mijn bril. Maar ik sta te drillen, prachtig, want de hengels liggen in, alleen het was al zo donker op het moment dat de hengels erin hingen. Alleen het voelt een beetje als een soort van helvis. In dit geval schat ik in een brasem. Oh, Green Queen. Green Queen. Dus we gaan eens kijken. Ik ga niet met de boot erheen. Nee, we doen ouderwetse takelen gewoon. Takelen. Hè? Het is een graad of 6, 7 nog, denk ik. Mooie heldere nacht. Morgen een mooie zonsopkomst. Ja, dit is net zo'n vlieger die je dan binnen trekt. Ja. Af en toe toch die weerstand. Waarschijnlijk zit hij dan ergens vast. En één keer onder de kant. Ik was toch 20 wel kilo. Even, toch wel even dat ik dacht van, wow, yo, hij gaat. Ja, maar het... Hij deed wel zijn best, dat moet even gezegd worden. Het is een brasem met enthousiasme. Ja. Ah, moeten we ook weer uitvaren, dat is om te huilen. Athene, je hebt natuurlijk zo'n dieptemeter die niet met klemmetjes is, nu moeten we die accu hebben. Ja, dat komt goed. Dat gaan we regelen, jongen. Dan staat hij te drillen als een baas. Dus het kan anders dan een 20 of 30 kilo vis. Klopt. Is ook leuk hoor. Beetje afwisseling, kom op. Dat is een tijdje geleden. Oh, daar gaat die andere ook nog. Zal ik die al even pakken, die 20 kilo vis? Mag jij die braas met even aftrillen? Toch sport hoor, van deze vis. We liggen dus met de hengels vrij verspreid over het water te vissen. Eentje heel, één hengel links onder de kant. Eén naar de overkant, één op het midden en één naar rechts. Dus wat dat betreft zitten we echt allemaal verschillende stekjes, verschillende dieptes. Dus je zou zeggen, als ze willen azen, dan halen ze wel van. Watertemperatuur is aardig. Klopt, 12, 13 graden. Ja, op de dieptemeter, ja. Which is good. Oh, hoor je hem gaan, jongens? We gaan kijken wat het is. Er komt een voorslag, ook zeer nodig. Zo, een flinke. Yep. Mooi, deur mag volgens mij niet. Nou ja, ik wil hem voor je bibi neerleggen. Kijk eens aan. We have a Bream Queen! Moet hij in het net? Nee, we gaan hem netjes onthaken in het water en dan gaat hij weer zwemmen. Zo, het is echt een grote. Het is echt een bak, ja. Ah, wel. Dat is een serieuze Brabantse deurmat. Kijk eens aan. Oh, hou hem netjes. Spoel hem even af. Spoel hem even af. Dat is een zandkarper. Ik kan zo meteen mijn handen aan jouw broek afvegen. Ja, dat doe je toch al de hele avond. Pilaar is duidelijk bedreven in het tonen van brazen. Is het nou brazen? Echt gewoon het feit dat mijn broek nu nat is? Volgens mij heeft hij een beetje water in je laars gegoten. Oké, daar gaat hij. Oké. Nou jongens. Als een baas. Daar zijn we weer. Welkom. We hebben hier een brazen. Ik ben er erg blij mee. En ho, ho, ho! Dat is echt terugzetten 2.0. Heb je hem nog? Hij zwemt gewoon terug! Hij vindt het zo gezellig. Hij zegt, oké, Piel, doen we nog een keer. Hij pakt hem gewoon weer uit het water. Zeg je dat? Dat zei je weer. Oké, komt ie. Een goede avond. We hebben hier een Brabantse vis.
Een mooie zilt. We gaan hem nu terugzetten. Het is een brazen. Maar dat even tezijde. Ah. Nou, dit is echt tof, want nu kan ik nog een keer de helm gaan uitvaren. Yes. Laat je zin in, hè, zo na 12. Is het na 12 al? Ja. Dat is echt om te huilen. Nou, ook nieuw bij Van de Hengersport. Nieuwe achtsteuntjes van Pilar. Jazeker. Nou, eigenlijk zijn ze van jou. Je hebt dit meegenomen. Die hebben een vermogen gekost. Kijk dit, hè. Toch bewijs dat we vannacht brazers hebben gevangen. Ondertussen ben ik mijn lijn aan het laten afzinken. Vis met een zinkende gevlochten lijn. Het is best een eindje uit de kant. Ik denk toch wel 170, 180 meter. Maar ook daar is weer een overkant. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo ver uit de kant. Afstand vind ik het toch fijn om het gevlochten lijn te vissen. We gaan eens kijken of we in de ochtenduurtjes een vis kunnen pakken. Een karper dan, zeg maar. Vis zijn wel. Oude brazemkoning. Ja, dat gaat goed. Helaas verprutst David hier een brasem. Het is net hoe je het bekijkt. Zo helaas is het niet. Scheelt wel onthaken. Het pop-upje werd gepakt. Gaf een aantal piepen. Er was even contact, maar daarna verloor de brasem de haak. En daarmee David het gevecht. Michiel kreeg even een duidelijke ruk op zijn rechterhengel. Swinger of hanger, die schoot zelfs los. Je zou bijna zeggen dat het een vogel was die er doorheen vloog. Maar nu blijft het stil. Zul je altijd zien. Of het is de volgende brasem die zich aanbiedt. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Kom op, zet door. Ik wil dat hij nog gaat, hè. Wordt vervolgd. Afijn, 2 uur later. Merde. Nou, net weer een brasemachtige aanbeet. Ik ga er helemaal voor de laatste keer, laatste uurtje ga ik hem uitvaren. Hoop net nog even het zonnetje erop dat het goed is. Kijken of ik niet verdrink. Zal ik even jouw drijvende gevlochten lijn oppikken? Ja hoor, doe maar. En dan is het automatische www.declareren bij jos.nl. Ja, zo, ingepakt. En dat betekent? Dat het een blank is geworden, helaas. Maar je kan niet altijd alles hebben in het leven. Want dus een brasem is ook gewoon blank, hè? Ja, hij telt als een beetje een blank, ja. Een dubbele blank. Maar goed, er komt vast een vervolg. En dan zullen we eens even laten zien dat we uit het juiste hout gesneden zijn. Maar voor nu is het traanen met tuiten. Dus hopelijk hebben we een goede reis over dit water. Mooi water. En tot de volgende keer.